Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Zometeen het weekoverzicht, maar eerst het nieuws van deze zaterdag, de 23e. Een uit de hand gelopen feestje in een woning in deze straat leidde afgelopen nacht tot verschillende aanhoudingen en het gericht schieten door een politieagent. Rond middernacht ontstond op het feest een vechtpartij waarbij zo'n 20 personen waren betrokken. Door een van de bezoekers is zelfs een stroomstootwapen gebruikt. De vechtpartij is waarschijnlijk de aanleiding voor het daaropvolgende incident bij de woning, zo'n 2,5 uur later. Wij kregen omstreeks 2:50 een melding dat er in een woning aan de Middelburgse straat dat daar 5 mogelijk gewapende mannen die woning zouden zijn binnengedrongen. Collega's die kwamen ter plaatse en in die Middelburgse straat reed er vervolgens een auto weg met daarin vermoedelijk het vijftal. Daarop ontstond een korte achtervolging en in de Rittumse straat werd die te voet voortgezet. En daarbij zijn dus schoten gelost in de Regentessenstraat, een zijstraat van die Rittumse straat. Waarom de politieagent heeft geschoten, wordt nog onderzocht. Elise Beket uit Terneuzen is 28 jaar en bijna arts. Aanstaande maandag vertrekt ze naar de Gazastrook, op dit moment een oorlogsgebied. Een half jaar geleden was Beket ook al daar. Ik heb daar onderzoek gedaan naar de gezondheid van kinderen in Palestijnse vluchtelingenkampen. Ik heb gezien hoe gastvrij de mensen zijn en hoe lief. En dat heeft me heel erg geraakt en daardoor ben ik heel erg verbonden geraakt met Gaza en de Palestijnen. Ik hoop wel met mijn medische achtergrond dat ik in een ziekenhuis wat kan doen. Sowieso zou ik kleine klusjes kunnen doen, zoals infuus prikken of bloed afnemen. Als ik niks medisch kan doen, dan zie ik mezelf ook wel gewoon een dagprogramma voor kinderen organiseren. En op zo'n manier de bevolking een beetje bij te staan. Heb je nou nooit een moment van twijfel? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel spannend natuurlijk. En het wordt wel heel erg echt. Dus ik denk dat het ook wel weer... dat ik het wel fijn vind om daar te zijn. Maar het is heel dubbel. Omdat het natuurlijk wel super heftig is. Ja. Beket blijft ruim 3 weken. 19 september komt ze terug. Een 77-jarige man is vanmorgen overleden nadat hij met zijn auto in het water was geraakt bij Retrangement. Dat gebeurde aan de Molenstraat. De man is door hulpdiensten uit de auto gehaald. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man waarschijnlijk onwel is geworden. De Zeelandbrug is een van de 3 bruggen in Nederland waar een sluis aangelegd kan worden die boten kantelt. Bij het kantelen van de sluis blijft het schip liggen, maar gaat het wel 8 meter omlaag. Het schip kan hierdoor onder de brug doorvaren zonder dat de brug open moet. Of de kantelsluis daadwerkelijk wordt aangelegd is nog onbekend. Op dit moment bestaat de sluis alleen nog maar op papier. Een lange stoet met vrachtwagens is vandaag door Zuid-Beveland gereden. In totaal deden 70 wagens mee. De passagiers waren mensen met een beperking. Wat vond je ervan? Ik vond het wel mooi hoor. En waarom vond je het zo leuk? Gewoon, ik vind de vrachtauto's altijd leuk om mee te rijden en zo. De zogenoemde truckrun was voor het eerst georganiseerd door de eigenaresse van een wegrestaurant in Capelle. Met de onthulling van dit wild breiwerk werd het oogstfeest in Oude Landen vandaag geopend. 25 vrijwilligers hebben zo'n 25 vierkante meter gebreid om uiteindelijk deze oude kastanjeboom in te pakken. Dan ontstaat het idee om eerst kerktoren in te breien, maar ja, dat is dan toch niet echt haalbaar. En we hebben een heel mooie kastanjeboom in het dorp staan en de klapbanken. Dus we vonden dat een ideaal project om dat eens in te pakken met breiwerk. Ik heb tamelijk veel gebruikt, maar ik kan niet precies zeggen hoeveel. Flinke lappen. We hebben de klapbank gedaan, dat is hier dus. En dat zijn brede lappen van 60 centimeter breed en daar een per meter van. En nog voor de boom zelf. Ik vind het namelijk heel leuk om te breien. Tijdens het oogstfeest was er nog een braderie, verschillende demonstraties, een roofvogelshow en een veiling. €15. €15 voor de eerste maal, €15 voor de tweede maal verkocht het niet meneer. €15. De jaarlijkse wielerronde van Zierikzee valt samen met de Zierikzeese havendagen. Een internationaal deelnemersveld van 76 renners fietst door de straten van Zierikzee. Het parcours telt 45 rondes met start op de Nieuwe Haven en finish op het Havenplein. Het is nou echt criterium. Het is 1,5 bochtjes, kasseien, draaien en keren. Het is echt heel zwaar. Nog een hoogteverschil ook van een dijk en dergelijke. Dus het is echt een heel mooi criterium. De publieke belangstelling is heel groot. Het is een mooi evenement. Ik vind het een fantastische koers. Ik kom hier al 5 jaar, denk ik.
elk jaar wil ik hier winnen en eindelijk is het gelukt, dus fantastisch. De winst is dus voor Björn de Dekker uit het Belgische Gent. Hij zat eigenlijk al vanaf het begin van de koers in een klein kopgroepje, met daarin ook drievoudig winnaar van deze ronde, Mario Willems uit Rotterdam. Hier gaan de handen in de lucht bij de Dekker en hij wint... €350, 400. Plus mijn ploegpremie nog eens 500, dus het is een mooie dag. Dat is het ook voor Dennis Raadgever uit Capelle. Hij is met een zesde plaats de beste zeel van dit criterium en wint daarom een kreeft. Gelukkig houdt Dennis wel van een visje. Ja, ik lust het. Ja. Ja. Weet je ook hoe je moet maken? Nou, hij is al gekookt. Dus ik hoef hem niet klaar te maken. Vandaag was het wisselend bewolkt met veel ruimte voor de zon en het bleef op de meeste plaatsen droog. Vanochtend viel er nog wel een enkele bui, maar vanmiddag trokken die paar buien naar het binnenland weg. En van boven zee volgden brede opklaringen. Komende nacht van boven de Noordzee af en toe nog wat wolkenvelden. Het blijft eigenlijk wisselend bewolkt vannacht, op de meeste plekken droog. En bij weinig wind uit het westen tot zuidwesten daalt de temperatuur tot zo'n 11 à 12 graden. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt het wat frisser met een minimum van 9 graden. Morgen ontstaan er weer stapelwolken, maar is het weerbeeld opnieuw vriendelijk met ook genoeg ruimte voor zonneschijn. Het blijft op de meeste plekken in Zeeland droog, dus een meevallende zondag. En bij een matige westelijke wind rond kracht 4 wordt het wederom niet warmer dan 17 à 18 graden. En dan de dagen daarna, nou maandag eerst nog wat zon, maar in de middag regen, 17 graden. Ook dinsdag is het nat, woensdag klaart het op en dan wordt het eindelijk weer eens een keer 20 graden. En tot zover nieuws en weer van deze zaterdag, de 23 augustus. Tot zo, want dan ziet u het Zeeuwse nieuwsoverzicht van de afgelopen week.